Welkom bij de tweede aflevering vandaag van iDentTV. De vorige aflevering hebben wij Jacob Geldekker geïnterviewd en eigenlijk zijn boodschap was gewoon doen. Doen. Gewoon doen. Schiet op. En dat bracht Rachid van Exel, ondernemer en fitnesstrainer, in Leiden op het idee om mij uit te dagen om mijn angsten aan te gaan. En vandaag staan we hier dan bij Bungee Centrum Scheveningen. Rachid, jij wil gaan bungee jumpen met mij. Ja, we gaan een sprong in het diepe maken. Net als bij ondernemen moet je een sprong en moet je het wagen en moet je dingen gewoon uitproberen. Zoals ik van jou hoorde, was jij bang om te springen. Ik heb zo een sprong in het diep genomen met mijn sportschool. Het is me allemaal gelukt. Dit is jouw angst om te overwinnen, dus we gaan het gewoon doen. Springen zonder parachute, vliegen zonder vleugels, gassen zonder gordels en hengsten zonder teugels. Als het misgaat, breek je gewoon je nek, hè? Dat is de spanningsfactor die je bij moet hebben. Als er niks aan zou zijn, zou iedereen het doen. Dat maak je uniek met deze sprong. Ja. Wat maakt Bungee Scheveningen nou zo uniek? We bieden de mensen gewoon het mooiste uitzicht van Scheveningen. Plus we hebben hele lange elastieken waarbij je eigenlijk bijna tot aan het water komt. Je haalt gewoon alles uit je sprong. Ja, wat ik zelf eigenlijk stiekem het allerleukste vind is gewoon in die kooi staan en de mensen naar beneden gooien, zeg maar. Hey Rachid, jij bent jarenlang bokser geweest, kickbokser. En je hebt de stap gemaakt om van kickbokser personal trainer te worden en een eigen studio te beginnen in Leiden. Waarom heb je dat gedaan? En ja, de stap naar personal training is toch iets persoonlijker. Je werkveld wordt iets breder en het is iets specifieker. Dus ik vond dat voor mij de ideale stap. Van het vechten door naar het begeleiden. Ook in het ondernemen heb je gewoon vechtersmentaliteit nodig. Wij moeten zo springen en we zijn heel erg bang. Wat kan je ons aanbevelen om te doen? Als je boven komt, probeer niet te veel naar beneden te kijken. Maar blijf naar de horizon kijken. Hoe moeilijk het ook is, want je bent toch geneigd om stiekem naar beneden te kijken. Maar het is gewoon eng. Het is gewoon onnatuurlijk. Je laat jezelf in het diepe storten eigenlijk. En dat besef, dat komt pas echt als je boven bent. Want dan zie je pas hoe hoog het eigenlijk is. Hey, proost jongen. Mochten we niet meer leven na deze sprong, hebben we in ieder geval nog een biertje gedronken. Zo. Vliegen zonder vleugel. Je moet gewoon even over die grens heen en gewoon doen. Ja, maar er kan weinig misgaan, toch? Nou ja, we doen ons best. Meer kunnen we niet doen. Ja. We checken of dit allemaal goed vast is. Ja, ik zie dat het een klein beetje los is en ik zal er niet aan gaan draaien. Knap maar niet, nee. Vliegen zonder vleugel. We gaan lekker bungee jumpen vandaag. Duootje zie ik achteruit. Ze wordt fantastisch. Zit je strak genoeg, Floris? Gas rotte voor. Ja, kijk eens even om je heen, Floris. Is dit hoog? Ja, flikker op, klootzak. Oké. Nou, bij deze, dit waren de laatste woorden en we gaan springen. Deze sprong is voor Jacob Geldekker. Nee, we gaan springen. Deze sprong is voor Jacob Geldekker.